In deze video laat ik je een super praktische oefening zien die je in korte tijd kan doen, waarmee je de energie in je lijf aan kan zetten. Op het moment dat je een heftige schrik of een heftige emotie doormaakt, dan zet energie zich vast in je lijf. En dat wordt een blokkade. En als je dat maar lang genoeg doet, dan krijg je vanzelf last van chronische stress of van lichamelijke klachten. En als je kijkt naar dieren in de natuur, bijvoorbeeld een impala die ontsnapt is aan een leeuw die hem wilde pakken om op te eten. Als je kijkt wat een impala gaat doen als eerste nadat hij ontsnapt is, hè, als hij nog kan ontkomen, is ademen. Dus de impala die zoekt een rustig plekje op in de natuur, onder een boom in de schaduw, en die gaat ademen. Echt zo. En die gaat schudden over zijn hele lichaam. En het doel daarvan is heel effectief, want daarmee schud je eigenlijk het trauma uit je lijf. Dus die impala doet dat om de energie weer te laten stromen en daarmee de blokkade op te heffen. Nou, wij mensen doen dat natuurlijk niet. Maar het is wel een heel effectieve oefening om dat wel te doen. Dus ik ga je even laten zien wat voor oefeningen je kan doen om je energie aan te zetten, waardoor je zal merken dat je ja, ook lekkerder in je vel komt te zitten, waardoor je ook emotionele blokkades los kan laten. Nou, deze oefening ziet er niet per se super charmant uit, maar goed, dat nemen we even op de koop toe, want we houden het doel in gedachten. Dus ik zet even een paar stapjes naar achter, zodat je ook mijn voeten goed kan zien. Zo. En wat we gaan doen is bouncen op de voorvoet. Dus dit. Dus je blijft op je voorvoet staan en je gaat op je hakken veren. En terwijl je veert, laat je alles zo'n beetje schudden. En liefst maak je er ook nog een geluid bij. Hè? Dus dat wordt dan zoiets als dit. Ik hoop dat alleen al het lachwekkende om dit te zien je energie aanzet. Maar doe het maar zo'n minuut. En het is ook oké als je je lach niet kan inhouden. Het is alleen maar gezond. Nou, als je dat een minuut gedaan hebt, dan ga je over naar een ademhaling erbij. En dat is twee keer in door je neus en één keer uit door je mond. Dus dat ziet er dan zo uit. Dus in, in, uit, in, uit. En laat alles gewoon lekker schudden. Nou, behalve dat ik je misschien aan het lachen heb gemaakt met deze belachelijke vertoning, is het in ieder geval een super effectieve oefening om te doen. Dus een minuut gewoon bouncen en lekker alles loslaten. En in de andere minuut met je ademhaling. En je zal merken dat je lichaam enorm gaat tintelen, dat je de energie voelt stromen. Dit kan je zo vaak doen als je wil, dus doe er je voordeel mee en zorg goed voor jezelf.